gaan kijken naar de finale van de Afrika Cup in 1996. Een beladen uitvoering, de 20ste keer. Het gebeurde voor het eerst in Zuid-Afrika. Titelverdediger Nigeria was er niet bij, omdat dat land vond dat de veiligheid niet gegarandeerd was. Maar voor Zuid-Afrika een belangrijk moment. Na de afschaffing van de apartheid kon het land zoiets wel gebruiken. Zag nog even Mandela, de president sinds 1993. Hier hebben we hem weer. Wat een uithangbord natuurlijk voor dat land. Zo'n belangrijke man. Ongelooflijk. En het was een volksfeest. 80.000 toeschouwers in het stadion in Johannesburg. En zij gaan kijken naar die finale waarin het gastland ook speelt. Helemaal fantastisch natuurlijk. Geen hele grote namen. Sean Bartlett is toch wel een redelijk bekende. Mark Fish ook zo een. Maar vrijwel alle spelers waren actief in de eigen competitie in Zuid-Afrika. Masembe is de scheidsrechter, afkomstig uit Oeganda. En dan de opstelling van Tunesië, de andere finalist. Traditiegetrouw ook een van de betere landen op de Afrika Cup. We hebben dat land ook een aantal keer actief gezien op het WK inmiddels. Maar het ging natuurlijk allemaal om het feit dat het allemaal in Zuid-Afrika gebeurde. Historisch. Na het afschaffen van de apartheid. Aanvankelijk zou het toernooi nog in Kenia worden gespeeld. Maar daar kon het allemaal geen doorgang vinden. En dus stelde Zuid-Afrika zich kandidatuur met als resultaat dat het land ook meteen in de finale stond. Een grote druk op die spelers natuurlijk ook. En zo gaan we naar de hoogtepunten van die finale kijken. Met Zuid-Afrika in de aanval. De halve controle bij Dr. Khumalo. En het is niet meer dan een corner. Beetje mistasten van de verdediging, maar zeker niet in tweede instantie. Nou, Pelé is er ook weer. Zit het naast de Mandela en dan de kopbal van Mark Fish. Zoals gezegd, een van de grotere namen op dat moment in het elftal van Zuid-Afrika. Een van de weinige blanken ook. Nou, dat zijn toch aspecten die in die tijd meespeelden. Maar het is duidelijk dat Zuid-Afrika de betere ploeg is in het begin van deze finale. Motang. En de kopbal van Masinga. En dat scheelt toch niet veel. Het zijn geen enorme mogelijkheden. Maar deze bal was toch zeker goed geplaatst. Masinga dus degene die het allemaal deed. De coach van Tunesië is een Pool, Kaspertzak. Nou, het Afrikaanse voetbal zat echt nog in een ontwikkelingsfase destijds. Vandaar dat ook vaak buitenlandse coaches aan het roer stonden. Weer een goede kopbal. En nu komt Tunesië echt goed weg. Bartlett met de kopbal. Na de goede voorzet van Moussé. Naar de god gekopt, maar nog net het handje van El Ouar. De keeper van Tunesië. En via hem en de lat gaat de bal er dan uiteindelijk niet in. Maar hij vindt het volgens mij allemaal wel prachtig. Winnie Mandela. 2010 is Zuid-Afrika natuurlijk gastheer van het WK. En hier de aanmoedigingen voor Mark Fish. 0-0 de ruststand.
Dan gaan we naar de tweede helft. Dit lijkt mij een overtreding. Inderdaad, Moussambe die fluit ervoor. Na de overtreding op Moussou. Tinkler is de man die zich meldt voor deze vrije trap. En El Ouar zet het allemaal goed neer. Mooie plek voor iemand die een fijne rechter heeft. Tinkler doet het, maar knappe redding ook van de Tunesische goalman. En zo is het wachten nog altijd op het eerste doelpunt. Wie gaat er met deze trofee aan de haal? Nog altijd hebben we geen echte kans gezien voor het team van Tunesië. Dat gaat ook nu niet gebeuren, want dit is uiteraard een makkelijke prooi voor de keeper van Zuid-Afrika. Maar die ploeg kan er wel eens snel uit gaan komen met Fish. Lekker balletje meegegeven. En zoek maar eens naar de vrije man als Tunesië zo ver inzakt. Nou, hier dan Bartlett. De tweede keer dat hij niet raak kan koppen met zijn kop. Maar dit was toch een enorme kans. Helemaal vrij in het strafschopgebied, maar gaat er dus niet in. En dan een wissel aan de kant van Zuid-Afrika. Masinga gaat eruit en Williams is de man die erin komt. Bartlett. Overigens een record international met 74 interlands. En hij vindt het maar spannend. Kaspertzak, de Poolse coach, nogmaals van Tunesië. Een lichte overtreding. Maar dus wel een vrije trap. En hij moet het dus allemaal maar weer gaan neerzetten. Hij heeft al het nodige te doen gehad. Verlengd door Fish. Dan de redding van El Ouar. En dan toch de goal. En is dat Williams? Ja, de man die zojuist in het veld is gekomen maakt het doelpunt voor Zuid-Afrika. Fish en Tinkler ook betrokken bij dat doelpunt, maar het is Williams die uiteindelijk het laatste zetje geeft. En dus blijdschap bij bijna 80.000 fans in Johannesburg. Vrij trap, verlengd door Fish. Tinkler staat dan de redding nog van El Ouar. En als de bal zo wordt voorgegeven, is het uiteindelijk Williams die raak kopt. En natuurlijk is de voorsprong terecht. De kansen zijn voor Zuid-Afrika geweest. En ook de president van het land gaat uit zijn dak. Werd trouwens president van Zuid-Afrika in 1993. Zou die tot 1999 blijven. Nelson Mandela. Het symbool van de apartheid in Zuid-Afrika. Maar ook het symbool van de wederopstanding van het land. En daarvan was deze finale in 96 een prachtig voorbeeld. Maar de finale is nog niet binnen voor het gastland. Maar wel als hier misschien de 2-0 gaat komen. En die komt er ook weer, Williams. En wat een gouden wissel dan van de coach. Williams als invaller scoort twee keer. Motuang ontfutselt een van de Tunesische spelers de bal. En Williams vindt de verre hoek.
En na het wonder van Zambia in 1994. Toen dat land een jaar na het vliegtuigongeluk, waarbij vrijwel de gehele ploeg het leven verloor, is er opnieuw een wonder in de Afrika Cup. Want Zuid-Afrika, het land dat als eerste voor de eerste keer mocht meedoen aan de Afrika Cup, wint in eigen land meteen die beker. Een enorme opsteker voor het land dat zo lang was uitgesloten voor grote evenementen geweest. Williams, de grote man, met twee treffers. En Zuid-Afrika wint de trofee. De Klerk, de laatste president van het apartheidsregime. Naast de nieuwe president, Nelson Mandela. En het feest, het grote feest bij de Zuid-Afrikanen, want zij doen voor het eerst mee, organiseren het voor het eerst en winnen ook meteen door in de finale met 2-0 van Tunesië te winnen. Prachtige beelden met een dansende Mandela. Mooier kun je het haast niet voorstellen.